But I would like to ask Walter van Uitven, CEO of Awingu, to step forward and thank you. Do your pitch for us. Beste jury, hoe zouden jullie mobiel werken ervaren moest het uitgevonden zijn door een mobile native? Uitgevonden door iemand wiens visie niet gepollueerd werd door het oude IT-kantooromgeving. Wel, dankzij die vraag hebben wij op 2 jaar tijd Awingu uitgebouwd tot een sterke organisatie met 20 capabele medewerkers en een heel sterk partner-ecosysteem. Als go-to-market hebben wij heel bewust gekozen vanaf dag 1 voor een indirecte verkoopstrategie. Dit geeft ons de mogelijkheid om de flexibiliteit en de vernieuwingsdrift van een start-up te behouden en toch probleemloos te kunnen schalen in 150 landen via onze wereldwijde distributiepartner Ingram Micro. Eenvoud is onze leidraad, altijd. We hebben eigenlijk geantwoord op een hele duidelijke nood. Anytime, anywhere toegang vanuit eender welk toestel tot al je data en tot al je applicaties wordt namelijk de norm. En dit terwijl bestaande oplossingen voor mobiel werken vaak tekortschieten. Ze zijn nog steeds desktop geïnspireerd, ze zijn niet gebruiksvriendelijk, ze zijn heel dikwijls niet toegankelijk voor de KMO en voor het IT-departement vragen ze een immense effort. Met Awingu werk je zorgeloos en vooral ook veilig mobiel. Eigenlijk brengen we je volledige werkomgeving beschikbaar in je webbrowser. En dat is dan zowel voor oude als voor nieuwe software, on-premise of in de cloud. En belangrijk is, we zijn compatibel met elk toestel, ongeacht het besturingssysteem. Er is geen configuratie, er is geen lokale client software. Eigenlijk gaan we voor eenvoud, altijd, zowel naar installatie als naar gebruik toe. Eenvoud als het aankomt op werken en samenwerken binnen en buiten het bedrijf. Ook eenvoud als je bijvoorbeeld tijdens je sessie wilt switchen van het ene toestel naar het andere toestel. Awingu is eigenlijk mobiel werken zoals het echt zou moeten zijn. Geen genomadiseerde kantooromgeving. En dat is waarom Awingu disruptive is. Okay, dat ik is... moet je onderbreken. Ja. Misschien nog heel... Pitching is not an easy task. Sorry. Oké.